Zijn ze leuk? Weet je het niet. Ik denk wel dat jij ze leuk vindt. Holy ja! Vandaag gaan wij een mystery box openen. Die Quinn heeft gekregen van een fan. De waarde van? 1000 euro. Dus deze box werd naar me opgestuurd. En ik weet totaal niet wat erin zit. Want ja, het is een mystery box. En hij is dus 1000 euro waard. Nou, in ieder geval wat erin zit. Dan gaan we natuurlijk wel even checken of dat echt zo is. Dus bij dat elk item. Checken, net als bij Checkpoint. Ja, daar heb ik een keer aan meegedaan, hè? Oh ja, dat weet ik. Maar dan toch? Ja, leuk. Nou, in ieder geval, wij gaan even deze box openmaken. Okay. En kijken wat er allemaal in zit. Begin jij maar even met openmaken. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe je dat gaat doen, want er zit overal tape. Nou, kijk, vroeger heb ik dus bij de Albert Heijn vak gevuld. Oh ja, wat zeg je? Maar wat dit dan is, als je dit zeg maar naar binnen duwt, dan heb je ruimte en dan kan je zo dat tape eraf trekken. Alleen bij de Albert Heijn heb je zeg maar niet dat het dan ook nog in de breedte zit. Dus misschien moet je even je sleutel pakken. Of een mesje. Oké, okay. Hij is open. Een doos in een... Doos. Oh, er zijn heel veel spullen in één. Echt? Ja, het is niet alleen een doos in een doos. Oh. Als ik een mes had gepakt, was het al lang klaar. Jij bent de zon en de regen vannacht. De eerste doos. En een tasje. Oké, dit is wel spannend. En nog een doos. En die doos die zijn is heel spannend. Oh nee, nog niet kijken, want ik wilde kijken wat erop komt. Oké, okay, oh nee, niet kijken. Ik wil niet kijken. Heb jij het gezien? Oké. Heel stress. Ja, we hebben dus deze doos. Dit is de welbekende doos. Dus die was eerst. Of Finn is het Yeezy? Nee, Yeezy. Niet Yeezy, jongens. Yeezy. We hebben een Supreme tasje, maar daar gaan we ook nog niet in kijken. En we hebben een ander soort doos. Welke wil je als eerst? Deze? Ja. Okay. Zie deze het minst spectaculair eruit van jou? Nee, we weten hiervan echt niet wat erin zit. Oh, dus dat is juist het leukste. Ja. Oké, maak jij maar verder open. Wat is het? Een broek. Een broek. Waarvan is het? De New or New Eat. De New Originals. Ik weet niet wat het is. Think out of the box. Nou, dat is wel mooi. Het is een zwarte broek. Oké, die heb ik op zich niet. Nee. Echt? Maar zo'n beetje een ander model dan dat jij normaal hebt, volgens mij. Nou ja, dat zien we later wel. Oké. Een zwarte broek. Ja, wat kunnen we hier nou van zeggen? Het is een zwarte broek. Hier staat een dingetje op. De New Original. Maar het is een beetje zo'n pantalonmodel, maar dan wel van spijkerstof, zeg maar. Oké, broek. Nou, die gaan we straks maar even passen. Maar jij denkt dus dat die een beetje te groot is. Denk het, maar... Het is wel maat M. Dat moeten we checken. Oké, die broek, daar stond op 130 euro, toch? Ja. Oké, 130 euro. Ching. En dan hier hebben we shirt. Supreme shirt. Oké. Deze ken ik. Deze vind ik wel vet. Deze vind ik wel geinig. Ja, die is ook op. Ze blauwe. Even kijken. Ja, maat M, dat is ook goed. Dat pas ik. Nou, nice. We doen straks even de hele outfit aan. Ja. Oké, cool. Nou, die ook nog. En dan nu... De doos. Deze is wel spannend, hè? Ja. Ik weet niet, wil jij hem openmaken? Ga ik niet kijken. Ja, dan moet jij... Oké, dan moet jij zeggen wat je ervan vindt. Moet je gewoon trekken? Ja. Is dat? Kan je nog niet zien. Zijn ze leuk? Weet je het niet. Ik denk wel dat jij ze leuk vindt. Oh, jij vindt ze dus niet zo leuk? Jawel. Maar ik vind dat er mooi is. Holy ja! Holy ja, heel vet. Holy! Ja, heel dik. Deze zijn heel vet. Zijn dit de nieuwe versie van die aan Hoef hebt gegeven? Nou, nee. Niet per se. Maar deze zijn zeg maar... Dit zijn een beetje de... Voordat ik begon met kopen... Mm-hmm. Dat zijn deze Yeezy, zeg maar. Ja. Okay. Dus zijn wat oudere modellen. Dus ook wat meer waard. Ja. Want daar waren er veel minder van. Holy gast, deze zijn echt dik. Deze zijn echt heel vet, gast. Holy. Ruikt lekker? Ruikt een beetje raar. Ruik gewoon naar schoen. Holy gast. Oké, wacht. We gaan even kijken, ja? Ik wil weten hoeveel deze zijn. En hoeveel die... Oké, we gaan even op StockX zoeken. En ik zet wel even screenshots erbij. US 9,5. 1495 euro. Maar dat is wel helemaal nieuw. Deze zijn niet helemaal nieuw. Kijk, je ziet het. Dat is niet heel raar of zo bij zulke schoenen. Holy gast. Deze zijn wel duur.
Nou, dat ga ik echt niet doen. Nee? Nee, natuurlijk niet. Gaas, weet je hoe vet? Holy, kijk nou. Oké, dus die zijn heel veel euro. Die broek is... 130. 130? Holy gast, gaan we het even aan doen? Ja. Het is veel te warm eigenlijk. Jij, ik niet. Oh, ik dacht tegelijk allemaal. Gelijk, ja. Dit is de outfit. En ja, Isa zegt het ook al meteen. Dit is niet per se een outfit die je allemaal bij elkaar moet doen. Nee. Ik vind het shirt heel vet. Ik vind de schoenen heel vet. En ik vind de broek, ja, ik weet niet. Het is niet echt helemaal mijn ding. Of zo, toch? Nee, het is gewoon niet jouw stijl. Nee, het is niet helemaal mijn stijl. Maar wie weet komt het ooit van pas. Dat weet je helemaal niet. Nee. Dus ja, voor een andere keer. Maar ik zou deze broek minder snel aandoen dan de rest. Zeker dan de schoenen. Ja. Ik ben heel blij met de schoenen, gast. Ik vind ze echt vet. Heel vet. Bumpy, okay, hallo Bump. Heet uit buiken, lekker weer. Maar oké, dus de outfit. Outfit. De outfit. De outfit. Misschien is het wel leuk om te vertellen, want je hebt nu hoeveel paar Yeezys? Ik heb er nu 9. Ja, en ik ben bijna 2 jaar geleden begonnen met het kopen van mijn eerste paar. En we hebben er nu 9. Op je computer zo. Te wachten. Oh, zo leuk. En wat was je eerste paar? Grijs toch? Ja, de Beluga 2.0, dit is een plaatje. En ja, dat was mijn eerste paar. En daarna kreeg je die blauwe, Blue Tints. Blue Tints, inderdaad, Isa. Oké, en welke heb ik nog meer? Noem op. Zebra's. Daar stond. Oké, en die ene rode, die Roefat had geleend? Geen idee. Brad's. Oké, die ene die helemaal zwart zijn, black. Ja. Makkelijk. Dat vind ik het mooist. Dan heb ik nog die, zeg maar, die lijken op die zwarte, maar dan in het wit. Hoe heette die? White. Nee, volgens mij heette die Statics. Butters, de Butters. Oh, ja, de zebra's vind ik ook heel vet. Deze zijn wel echt dik. Volgens mij heeft Mart, die vriend van mij, weet je wel, die heeft deze ook. Ja, Mart heeft deze ook. Dus dat is wel geinig. Ik vind deze ook wel heel vet. Want Mart, die toen 2 jaar, Quinn en ik, die kennen elkaar nu. 4 jaar? 5 jaar. Al heel lang. We kennen elkaar nu 5 jaar. Ja. En 2 jaar geleden was ik voor het eerst op zijn verjaardag. En toen was Mart er ook. Ja, toen, en toen had hij deze aan. Ja. Want toen was Enzo er ook en Joost. En die hadden alle drie Yeezys. Die hadden alle drie Yeezys en die gingen toen eten zo bij elkaar zijn met die Yeezys. En toen zat ik echt zo, ik had toen nog nooit van mijn leven Yeezys gezien. Want dat is dus 2 jaar geleden volgens mij. Of 3? Nee, 2. Want dat is een 4e. Ja, maar 3 feestjes geleden dus 3. Nee. Nee, maar eerst feestje was in de 3e toch? Het was niet vorig feestje, het was het feestje daarvoor. Ah ja, oké. Okay. Dus 2 jaar geleden. Ja, oké. Dus 2 jaar geleden, toen was dat denk ik, begon dat ook pas net. Ja, toen was het voor veel al begonnen. Voor maar... veel al wel, maar voor het grote publiek was het er nog niet. En nu is het voor het grote publiek er natuurlijk heel erg, want nu loopt de halve wereld. Ja. Maar heel veel mensen die er een beetje interesse in hebben, die kunnen er nu wel aankomen. Ja. En dat was toen deze uitkwamen, bijvoorbeeld, was dat echt totaal niet. Nee, daarom zijn deze ook zo duur. Ja. Dus, helemaal vet. Heel nice. Ja, blij mee. Zou voor het Hybe's kleren dragen of zo? Denk je? Ik heb nu een anti-social clip. Shirt? Ja. Maar zou je zoiets dragen? Gewoon. Ja. Heb je wel eens dingen gezien van bijvoorbeeld Supreme of zo? Of dat je denkt bij Yeezys, ja, dat vind ik wel vet. Ja, sommige Yeezys vind ik wel mooi. Maar zou je die ook aandoen zelf? Als je die had? Als ik ze had wel, maar ik heb ze niet. Nee. En ik ga ze ook niet kopen. Nee. Dat vind ik jou ook weer niet zo'n type. Dus. Ik wel! Nou, oké, dat was hem. Oké. Dit was de mystery box. Nice. Ja, ik vond het leuk. En bedankt voor het kijken. Abonneer even. Abonneer. En like hier beneden. Ja. Als de comments doen, reageer. Waarschijnlijk niet. Oh, jammer. Rip. Ja. Maar in ieder geval, tot de volgende keer. Later.